Welkom bij de derde aflevering van de Lief en Leed Show. Is lief zijn voor je buren, is dat vanzelfsprekend? Ja, zeggen een heleboel mensen. Want de vissen eten geven tijdens de vakantie of het konijn verzorgen, dat doen we toch allemaal. Maar als je buurman of je buurvrouw nou heel ziek is, ga je dan met een aantal andere buren een clubje maken om die zieke buurman of die zieke buurvrouw te verzorgen? Ja, dat doen wij, zeggen een heleboel mensen. Dat is toch vanzelfsprekend? Maar dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. En over dat delen van het kleine en grote lief en leed, daar gaat de Lief en Leed Show over. Daar zetten wij de camera op. Waarom doen mensen dat? Hoe doen ze dat? En met wie? Welkom bij de derde aflevering van de Lief en Leed Show. Ria van Lee! Hallo Ria. Fijn dat je er bent. Ik zei van Reken, maar het is van de Reken. Der. Van Der? Ja. Wil je links of rechts? Ik kom wel bij lekker je bij mij zitten. Ja. Gezellig. Wat drink je, Ria? Een juusje of een wodkaatje? Geef maar een wodkaatje. Ja. Denken mensen meteen dat het wodka is, hè? Dus even bewijzen dat het niet zo is. Het is gewoon water. Ja. Proost, hè? Ria, welkom. Jij woont in de Langehorst al heel je leven? Nee, 19 jaar. 19 jaar. Maar wel heel mijn leven. Nee, 47 jaar in Zuidwijk. Hey, ik hoorde ook dat je buiten de activiteiten die je organiseert, samen natuurlijk met Herman, ook per verdieping contactpersonen hebt die de mensen in de gaten houden. Ja. Vooral ook die bewonerscommissie, waarvan dan vier zijn, wonen op verschillende lagen. En juist het luisterend oor van wat er om je heen gebeurt, dat krijg je via via zo te horen. En dat lief en leed potje, dat maakt dus dat je dus meer bij de mensen komt om juist je medeleven te geven in alles wat er gebeurt. Leuk, maar ook droevig. Hoe reageren de mensen daarop? Heel positief. Zonder uitzondering? Eigenlijk wel, ja. Ik heb nog nooit een deur dicht zien gaan als ik aanbelde. Nee, want de mensen zijn allemaal in waffe situatie. Vrolijk of droevig zijn allemaal. Ze vinden dat ik welkom ben. Ja, ze delen lief en leed met je. Ja. Geef eens een voorbeeld van wat mensen dan graag met je willen delen. Verleden week, nee, 14 dagen geleden was het, kreeg ik een seintje dat iemand 60 jaar getrouwd was. Dus leuk. Dat is diamant, toch? Ja. Nou, of goud? Nee, diamant. Diamant. Ik heb al goud. Diamonds are a girl's best friend. Maar toen kwam ik daar en toen hoorde ik ook weer dat iemand onder haar een heup gebroken had. Nou, dan krijg je dus via dat gezin weer te horen dat er onder weer iemand net thuis is van een heup breken. Dan ga je daar weer heen. En wat doe je dan precies? Ik ga meestal een bloemetje of een plantje halen. Ja. En dat hou ik dus omdat we een bepaald budget van lief en leed gekregen hebben. Hou ik een beetje rekening dat ik zo'n 30 mensen ongeveer per jaar daar een plezier mee kan doen. Zit er ook een praktische hulp bij? Bijvoorbeeld boodschappen doen of iets? Dat is natuurlijk ook. Ja. Maar ik moet zeggen, meestal doe je dat dan weer door zijnde naar familie. Je doet dit in het begin, maar je moet het niet helemaal overnemen. Zullen we de foto's eens bekijken? Ja, het complex aan de Langehorst. 97 appartementen. Ja. Vroeger was het een 55-plus flat, hè? Ja, 2 jaar geleden ontlabeld. Jammer genoeg. Waarom jammer? We komen sinds die tijd toch wel aardig wat moeilijkheden tegen. Ja, want ja, je probeert dus toch mensen wel samen te smelten van oud en jong. Maar je hebt allemaal je eigen levenswijze. En die levenswijze is zo lang, 37 jaar, 55 plus geweest, dat dat even moet groeien. Een mooie, maar kale hal. Daar wordt het georganiseerd. Ja, een paar slingers en een paar posters. En wat gezellige drankjes. Nee, we hebben onze eigen tafeltjes, gezellige kleedjes. Een plantje op tafel en een lampje erbij. Met een kaartje. Een bloemetje of een plantje, even laten weten dat je er voor elkaar bent. Oh, zo belangrijk. Maar inderdaad niet pushen wat je zegt. Nee, dat moet je nooit doen. Goed. En van de foto's is het een klein bruggetje naar live muziek. De muziek komt vandaag van Linda Kreuze, een Rotterdamse singer-songwriter. Of singer-songwriter, ik weet niet eens hoe je dat noemt. Linda, jij speelt akoestisch, maar je speelt ook met een band. Welke van de twee heeft je voorkeur? Ik vind beide leuk. En akoestisch in mijn eentje, dan ben ik helemaal vrij en kan ik alles doen wat ik wil. En met band is het gezelliger en meer energie ook. Dus ik kan niet echt een voorkeur geven. Doen ze dan wel precies wat je zegt? Altijd. Heel goed. Welk nummer ga je spelen?
Home ga ik spelen. En eigenlijk, eigenlijk home met een vraagteken. De vraag of thuis nog thuis is als degene die je daar zo graag wil hebben nu niet meer is. Speciaal in de Lieve Late Show, Linda Kreuze. Taste a little love, a little laughter, before ever after fades into light. Take me to the page, the fertile stage, two hearts meet each other. Take me there, let it go, he says. Just go home, he says. Home, where I need you so. Where our love is sacred and my heart. At home, where I need you. So, did you go? Home. Make me understand how life can bend our knees, say, before we learn to stand. Up against happiness. Let it go, he says. Just go. Oh, oh, oh. Where I need you so. Where our love is sacred and my heart. At home, where I need you. Did you go? Thank you. Wilt u Linda live zien, dan kunt u natuurlijk op haar Facebookpagina of de website kijken waar ze speelt. En van Linda naar tweets is maar een heel klein lijntje. En ik zal ze u even voorlezen. Ik heb een tweet van Stoerebink uit Rotterdam. Dat is een vaste twitteraar afgelopen tijd. Die twittert, wat een gezellige flat in Zuidwijk. Kan ik daar niet komen wonen dan? Ja hoor. Hangt er vanaf hoe oud hij is, hè? Nee, vanaf 27. Goed. Annie van het Oog, het oogje in het zeil, die twittert zo. Met de lange horst zullen de hulpverleners wel blij zijn. Nou, dat denk ik wel. Trouwens, mijn volgende gasten is ook een hulpverlener. Misschien is ze wel familie van. Ze is Cora van Waardenberg. Hi Cora, welkom. Ga lekker zitten. Koffie, thee, limonade of bier heb ik niet. Oh, jammer. Ik heb wel water of chaudrans. Doe maar water. Corrie, je bent onzichtbare schakel. Je betitelt me als onzichtbare schakel, maar eigenlijk ben ik een zichtbare schakel. Zo heet ons project. En we proberen mensen te ondersteunen in de vragen die er zijn op zorg. Of anderszins eigenlijk heel multifunctioneel. Ja. Nee, ik maak natuurlijk maar een flauw grapje van onzichtbare schakels. Maar multifunctioneel betekent, je probeert op allerlei manieren contact te stimuleren. Daarin is in dit geval ook buurtbewoners zijn daar ook heel belangrijk bij. Want die zijn vaak voor ons, bij bijvoorbeeld zorgmeiden, zijn vaak wel een brug om bij iemand binnen te kunnen komen om die de juiste zorg te geven die iemand nodig heeft. Maar ook soms zelfs om het netwerk eromheen enigszins te ontlasten. Omdat soms gebeuren er hele heftige dingen bij iemand thuis. Geef eens een voorbeeld als je wil. Nou, financiële problemen is momenteel best wel wat je veel ziet.
Als ik over de vloer kom, kijk ik wat ik daar zelf als wijkverpleegkundige mee kan. En het voordeel van de zichtbare schakels is dat we heel veel netwerkpartners hebben, zoals we dat noemen. En dan schakel ik andere instanties in die bijvoorbeeld dat stukje op zich nemen. Maar je ziet ook als je financiële problemen hebt, voel je psychisch vaak ook niet lekker in je vel. Dus dat is het stukje wat ik dan probeer te begeleiden in zoverre als ik dat kan. En soms gaat dat proces best ver, want soms begint je communicatie als hulpverlener door de brievenbus. Ja. Het is heel raar, maar dat heb ik echt gehad. Wat zeg je nou? Ja. Door de brievenbus communiceren? Ja, of via de intercom, omdat iemand je niet binnen wil laten. Ja. En dan schamen ze zich misschien. Nou, ze weten ook niet wie je bent. Het is natuurlijk, het vervelende is dat in deze tijd gebeuren de hele vervelende dingen, dat mensen zich uitgeven voor hulpverleners. Ja. Dus mensen hebben aan de ene kant een terecht wantrouwen tegenover hulpverleners. Dus het is belangrijk dat je vertrouwen inwint. En dat begint soms via de intercom of de brievenbus. Leuk. En heb je ook hilarische dingen, dat je denkt, oh, dat vind ik zo leuk. Als ik daar weer kom, heb ik altijd dat. Want dat hoort ook bij het lief en leed, hè? Nou, mensen kijken er altijd naar uit. Als je iemand vertrouwt begonnen, als er weer iemand langskomt. Of dat je bijvoorbeeld een vrijwilliger hebt geregeld voor iemand. En iemand is na tijden binnengezeten hebben en met vrijwilliger buiten geweest. Dan is het erg leuk om die verhalen te horen. Dat ze dan het rondje eindelijk over, in dit geval over de slingen gemaakt hebben langs de winkels. Dat ze eindelijk buiten geweest zijn. Het lijkt me een mooie afsluiter. Cora en Ria, ontzettend bedankt. Dit was aflevering 3 van de Lief en Leed Show. Volgende week aflevering 4. Bedankt.